Karin uit Almelo wil niet herkenbaar in beeld. In 2008 komt ze bij tandarts Heersink met klachten over een loszittend kunstgebit. Hij adviseert haar implantaten. Voor de ingreep gaat ze naar heer Hugo Waard. Daar werkt Heersink op dat moment in een praktijk. De nakontrole zou in Almelo plaatsvinden. En dan zou ik hem bellen en dan zou hij komen. Maar al wat ik belde, hij was er nooit. Hij was gewoon spoorloos verdwenen. Omdat Karin na de behandeling flinke klachten heeft, gaat ze naar het Medisch Tuchtcollege. Daar hoort ze dat er al meerdere klachten zijn. Via het Tuchtcollege kwam ik erachter dat hij in 2006 al geschorst was. En dat ik dus eindelijk ben geholpen door een geschorste tandarts. Karin gaat naar een kaakchirurg in Almelo om de schade van Heersink te laten herstellen. Die vond het schandalig en die zag dus ook dat ik die implantaat in mijn neus had. En hij zei ook dat mijn kaak veel te smal was voor die implantaten. Dit is mijn bovenkaak en je kunt hier zien dat die twee al helemaal loshangen. Deze zit scheef. En daar kun je zien dat die dus al helemaal eruit is. En deze, die is naar mijn neus gegaan, die zat in mijn neusalte. Er moet een stuk bot uit haar heup worden gehaald om de kaak te herstellen. Karin doet aangifte. Mede daardoor komt er in 2008 een tuchtzaak tegen de tandarts. Hij zat daar echt van, nou, mij kun je niets maken. Hij wou zelfs nog wat mondeling toelichten aan de rechters, maar die wimpelde het weg en die zeiden dat hij wel genoeg had gedaan en gezegd. En ik had het idee dat het hem verder allemaal niet erg veel deed. Ik ben echt gewoon echt heel boos en heel erg verdrietig. En ik hoop gewoon dat hij echt voor altijd hier wordt geschorst. Want dit mag hij gewoon nooit meer iemand aandoen. Tandarts Heersink is zelf niet bereikbaar voor commentaar.